Hoe kunnen we bewijzen dat de stelling van Pythagoras klopt? Een aantal bewijzen op een rijtje. We nemen vier gelijke rechthoekige driehoeken met zijdes A, B en C en leggen ze zo neer dat ze een vierkant vormen. In het midden blijft een lege ruimte over in de vorm van een vierkant. Dit heeft als zijde C en dus als oppervlakte C in het kwadraat. Laten we dezelfde vier driehoeken op een andere manier neerleggen, zodat ze twee rechthoeken vormen. Als we daar een vierkant omheen tekenen, houden we twee kleinere vierkanten over. Eén met een oppervlakte A kwadraat en één met een oppervlakte B kwadraat. Omdat het hele figuur net zo groot is als het eerste figuur en de vier rechthoeken ook nog steeds even groot zijn, moet wel kloppen dat A kwadraat en B kwadraat samen even groot is als C kwadraat. Een ander bewijs begint met twee vierkanten met zijdes A en B. Daarin tekenen we twee rechthoekige driehoeken waarbij we erop letten dat de lengtes van de rechthoekzijden A en B zijn. De lengte van de lange zijdes is dan C. Nu roteren we de twee driehoeken en krijgen zo een vierkant, waarvan de zijden C zijn. En omdat we niks toegevoegd hebben, is het nieuwe vierkant net zo groot als de twee vierkanten die we als eerste getekend hebben. Het derde bewijs is met behulp van een patroon te vinden. Zie je het al? Probeer de video eens te pauzeren om zelf te zien hoe we hier Pythagoras in kunnen vinden. Het blauwe vierkant is A kwadraat, het rode vierkant is B kwadraat en het oranje uitgelijnde vierkant is C in het kwadraat. Ieder oranje vierkant heeft precies een blauw en een rood vierkant in zich. Ook dit is dus een bewijs voor de stelling van Pythagoras. Een bewijs wat je zelfs zou kunnen bouwen. Neem een draaischijf met daarop drie vierkante bakken, die even diep zijn. Aan elkaar verbonden via een rechthoekige driehoek. Vul nu de grootste bak met water. Draai het geheel ondersteboven en het water zal in de twee kleinere bakken lopen, waarbij ze allebei precies gevuld worden door het water van de grootste bak. De stelling van Pythagoras kent meer dan 350 verschillende bewijzen. Sommige eenvoudig en makkelijk te volgen, sommige ingewikkeld en bijzonder. Dit waren er slechts vier. Welk bewijs is jouw favoriet? Tot zover onze bewijzen voor de stelling van Pythagoras. We hopen dat je nu een beetje snapt waarom het klopt. Voor meer video's over Pythagoras of andere wiskundige onderwerpen, abonneer je dan op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.